Ja, we zijn inmiddels bij de paktafels, de inpaktafels terechtgekomen. En René, jij, ik weet het nog, want jij was bij ons in het atrium in het stadhuis. Toen vertelde je, nou, er zijn in één keer zoveel mensen die mee willen helpen inpakken. Met z'n 24'en, maar dat zie je er niet vanaf. Nou, er zijn ook een paar mensen, een paar dames aan het tellen. Wat er nog binnenkomt, was hulp bij nodig. Maar het is een beetje verspreid, want ik zou een paar aparte tafels krijgen. Maar er waren zoveel mensen. Dus mijn mensen staan nou ook een beetje verspreid. Want uiteindelijk heb ik maar 3 afzeggingen. Ongelooflijk. Dus je bent hier met z'n 22'en? Rond de 20 moet ik hier toch wel zijn. Dus, maar ze staan verspreid. Ze staan verspreid. Nou, in ieder geval wordt er ingepakt. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Hoe zijn jouw inpakkunsten? Nou, kijk, ik was al, ik was Treintje aan het inpakken. Treintje ben je aan het inpakken? Treintje heb ik, ja, want ik zag vanmorgen op tv dat Henk alle strakke dozen al had gehad. Prima. Nou, er wordt in ieder geval volop ingepakt hier, in ieder geval door René Bon. Maar we krijgen ook nog steeds cadeaus binnen en dat is hartstikke leuk. Naast mij staat, ik ga even tussen jullie in staan, mannen, dat is leuker. Sjaak Polak, oud-ADO-speler. Jij hebt ook een hele hoop, hè, meegenomen als cadeau. Nou, we hebben heel wat meegenomen. Om heel duidelijk te zijn, heb ik met onze voorzitter gesproken. Ik vind de ouders die hun kinderen niet alles kunnen geven. Ik heb zelf 2 kinderen. Ik vind dat verschrikkelijk. En daarom wil ik de ouders oproepen om bij mij een hele mooie voetbalkliniek die wij willen organiseren bij onze club Hoekpolder, om dat aan te bieden. En ik denk dat de club, onze voorzitter, ook nog iets moois heeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een kliniek van Sjaak Polak, dat is natuurlijk al geweldig om te krijgen. Maar hij zegt, volgens mij heeft de voorzitter nog veel meer moois. Dat klopt. Wij als bestuur zijn, dan gaan een geldbedrag doneren. Dus straks moeten we even kijken hoe we dat technisch gaan doen. Maar wat we ook van plan zijn, is om deze actie voor te gaan zetten. Dus we gaan mensen oproepen die goede spullen hebben. Het zijn kleding, het zijn apparaten, het zijn ijskasten. Dat we dat in een bepaalde regievorm samen met jullie gaan verzamelen. En dat we die mensen ook daadwerkelijk kunnen blijven helpen. Dus het is niet eenmalig. We zorgen dat ze ook kunnen sporten. Want mensen die het wat minder hebben, die zijn vaak veel sterker. En die kunnen gebruik maken van de ooievaarspas en dan kost de contributie kost niks. En ze kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Stichting Leergeld, dan worden ze aangekleed. Dus de mensen die worden alleen nu niet alleen verwend met de kerst, maar ook met de dagen daarna. Nou, dat is prachtig. Zo zie je maar weer dat Donate the Gift ook gewoon de creatieve brein eigenlijk stimuleert om nog verder te denken.